Hey, Sebastian Hendricks hier, eigenaar van Internetmarketing Gemak en auteur van het handboek Domineer Google. Ik wil jullie allereerst bedanken voor alle reacties en vragen die ik heb gekregen. Ik heb namelijk in mijn vorige video je uitgedaagd om met mij de Powertime formule uit te proberen. Het is een formule die jou eigenlijk in 4 dagen tijd jouw productiviteit en focus kan verdubbelen. Dus heb je deze video nog niet gezien? Klik dan even hierboven, zoek op de video van de Powertime formule en leer ook hoe ik enkele jaren geleden erachter kwam hoe je door middel van een Powertime formule en 1 simpele tool die nog geen €3,75 kostte, mijn productiviteit en focus hebt verdubbeld en hoe ik daarmee dus eigenlijk mijn onderneming in sneltreinvaart liet groeien. Stel je ook eens voor wat je daar dus mee kan gaan doen. Maar in deze video, dus mocht je die video al wel gezien hebben, welkom terug. Tof dat je weer bent komen kijken. Want in deze video laat je zien hoe je in 1 klap de techniek uit internetmarketing haalt. Ik laat je zien waarom je dus geen uren hoeft te besteden om ook al leuke resultaten in Google te halen. Want stel je eens voor dat je na vandaag, dus na het bekijken van deze video, waarin ik je dus laat zien hoe je met een gratis tool de hele techniek uit de internetmarketing haalt, dat je dus eigenlijk helemaal geen webdesigner meer nodig hebt. Misschien zelfs eigenlijk helemaal geen marketingbudget. Of nog wat beter, helemaal geen internetmarketeer hoeft te zijn. Hoe je dus eigenlijk in 1 klap de techniek uit de internetmarketing haalt, je alleen maar kennis nodig hoeft te hebben van Word. En je dus zo met je eigen kennis die je gaat delen, vervolgens Google gaat domineren. Maar voordat ik je daarmee, wil ik je toch weer even terugnemen naar het verhaal waar het voor mij toen begon. En dat was al toen ik 12 jaar was. Ik heb het al een keer verteld in de vorige video. Ik was 12 jaar, zat op de rand van mijn bed, van mijn oma. En ze vertelde mij dat ik altijd eerlijk moest zijn. Ik moest in mezelf geloven. En ik moest doorzetten. En als ik iets niet kon, moest ik zeggen, ik kan het, ik kan het, ik kan het. Nou, dit waren ook direct de laatste woorden die ik van mijn oma herinnerde. En na dit gesprek die ik met haar had, een week later overleed ze op 63-jarige leeftijd. Ik was toen, ik geloof net geen 12. En op dat moment veranderde alles. Het voelt ook echt nog als het moment waardoor mijn leven veranderde. Ik bedacht me op mijn 12e van eens, ik heb nog maar 50 jaar te leven. Dat is natuurlijk een gedachte die je op je 12e totaal niet moet hebben. Je hoort daar helemaal niet mee bezig te zijn. Je hoort eigenlijk nog lekker buiten te spelen. Je school te haten. In ieder geval niet met de levensfilosofie. En na te denken over, als ik maar alles uit het leven ga halen. Want als ik net zo oud ben geworden als mijn oma, heb ik nog maar 50 jaar. Nou, pas die woorden en die gedachten die blijven nog steeds bij mij. De echte waarde van die woorden en van het gesprek van mijn oma, ja, ontdekte ik pas eigenlijk toen ik 19 was. Ik was afgestudeerd psycholoog. Ik was tijdens de opleiding al bezig met opzetten van mijn eigen onderneming, een eigen praktijk. En ik ontmoette in die tijd een lopend adviesbureau. Een landelijk lopend adviesbureau waar ik een studiekeuze adviespraktijk voor opzette. Een kleine dochtermaatschappij. Ik kwam al heel snel erachter dat ik in ieder geval met internetmarketing mijn klanten wilde binnenhalen. En zeker met scholieren en studenten. Ik dacht, ja, die leven op het internet. Dus ik moet daar ook zijn. Nou, heel snel kwam ik erachter dat mijn concurrenten voorlagen. En dat ik dus een formule zou moeten ontdekken of een manier waarop ik dus meer uit mezelf zou halen. Meer uit mijn tijd en dus meer focus en productiever zou zijn. Nou, die formule heb ik al met je gedeeld. Mocht jij die formule nog niet ontdekt hebben, dan kun je de video van de vorige keer bekijken. Ik wil het nu met je hebben over 2 obstakels waar ik al heel snel achter kwam. En dat is de techniek. In bijna alle boeken die ik las, de trainingen en de cursussen die ik volgde en de seminars waar duizenden euro's naartoe gingen, stuitte ik steeds op 1 groot probleem. De techniek. Ik had kennis van Word,
van Outlook. Ik kon een beetje websitejes maken, maar dat was ook echt hetgeen, dat meer kon ik niet. Ik had geen technische kennis, ik wist wat HTML was, ik had het een keer gezien. Maar ik kon niet de termen begrijpen en ik kon zeker niet de techniek achter de website begrijpen waar alle internetmarketeers het over hadden. En ik had zelfs nog een beetje kennis van webdesign, van het maken van websites, maar ook daar kwam ik niet uit. En ik had ook helemaal geen zin in. Ik had geen zin omdat ik als ik dat graag had gewild, dan was ik ICT geworden of een programmeur. De hele techniek achter internetmarketing interesseerde me niet. Maar door alle verhalen van de internetmarketeers, van andere ondernemers en van eigenlijk SEO-fanatisten, dus zoekmachine-optimalisatiespecialisten, werd ik gewoon bijna bang voor de techniek achter internetmarketing. Nou, ik kwam erachter dat dat één grote mythe is. Ik weet dat het nu nog steeds rondzwerft. Internetmarketing is technisch. Internetmarketing is moeilijk. Je moet bijna hoge wiskunde toepassen om hoog te scoren in Google. Ik weet dat daar ook een stukje bezorgdheid in zit. Maar ik zal je laten zien hoe ik toen heel de techniek uit internetmarketing haalde. En hoe jij dat eigenlijk heel simpelweg ook kunt doen. Dus ik pak je stift erbij. Ik heb voor het gemak 3 kleurtjes uitgezocht. Kleurtjes, zwart is dan weliswaar een kleur. En eigenlijk begint het hiermee. Je bron. Dit is alles waar het op binnen moet komen. Je bedrijf, je website. En daaromheen, en eigenlijk daarachter, heb je 3 mogelijkheden. Of eigenlijk 2 mogelijkheden. Je kunt zeggen, ik kies voor een web, voor een CMS of een webdesigner. Je weet, als jij hier iets voor elkaar wilt krijgen, dan moet je altijd naar je webdesigner, of je moet er zelf verstand van hebben, of kwam ik achter, je moet een CMS achter je website hangen. Je zult het vast al gehoord hebben, Joomla, WordPress, je kunt daar, ook daar kun je heel erg ver in gaan, je kunt helemaal de techniek induiken. Maar als jij eenmaal Joomla of WordPress op jouw website hebt geïnstalleerd, en echt, dat is ook geen hoge wiskunde, dan heb je in één klap de techniek achter internetmarketing gehaald. En stop ook met alle technische verhalen. Geloof me, ik heb dit geprobeerd. Ik heb boeken en ook cursussen, want ik wilde elk puntje, kommetje wilde ik verbeteren aan mijn website. En als iemand tegen mij zei, Sebas, dat moet je doen, dan deed ik dat. Ik heb alles geprobeerd. Maar ik kwam erachter dat een hoop tijd verloren ging in het programma achter je website. Dus ik zat helemaal in de techniek. Ik snapte er de ballen van, om het zo te zeggen. En ik zat uren, dagen en weken achtereen om uit te vogelen hoe ik mijn website sneller kreeg. Hoe ik bepaalde broncode kon verbeteren. Hoe ik JavaScript kon verkleinen. Wat CSS was. Geloof me, ik ben er nu nog steeds niet uit. En ik laat ook alsjeblieft de techniek aan de mensen die het leuk vinden. Ik heb daar weken, maanden in gezeten en het heeft me geen enkele profijt gehad. Tuurlijk, ik weet nu een beetje waar ze over praten. Maar ik heb een hoop tijd verloren door alleen maar hier achter te zitten. Achter je website. Nou, Google denkt, hè, Google is een bedrijf, Google is een zoekgigant. En daar moet je ook eens over nadenken. Google is een bedrijf. Dus wat wil Google? Google wil dat heel de wereld hun zoekmachine gebruikt op zoek naar de beste informatie. Dan is het ook een logische gedachte dat als mensen in Google zoeken, dat ze ook jouw website willen vinden. Als daar de beste informatie staat voor hun zoekopdracht. Nou, als jij en ik hetzelfde zijn, ben jij ook niet geïnteresseerd in de techniek. Of in ieder geval heb je daar geen kennis van. En wil je eigenlijk gewoon beter gevonden worden. Maar waarom zou jij die plek dan in Google niet verdienen, als dat alleen maar voor de techneuten is? Nou, vroeger, toen Google net begon,
ja, toen was het nog niet zo ver en geavanceerd zoals dat nu is. En was het inderdaad, en dan praat ik over 10 jaar geleden, was het inderdaad nodig om een beetje technische kennis te hebben, wilde je goed gevonden worden in Google. Nu heb je het geluk dat Google ook groeit. Google is ook op zoek naar jouw website. Google wil ook jou goed gevonden laten worden. Want als er alleen maar technische kennis voor nodig zou zijn, zonder goede informatie, dan is het dus, komt er op een gegeven moment een moment dat zoekers niet meer gaan zoeken in Google. Waarom? Omdat ze niet de beste informatie vinden, maar de beste technische website. Dus een website met flutte informatie, maar die technisch zo goed in elkaar zit dat Google het helemaal goed kan oppakken. Dus vergeet vanaf vandaag, vergeet alle techniek achter je website. En wil je daar nog wat in verdiepen, dus het verbeteren van je laadtijd. Als dat extreem laag is, ja. Gebeurt het dat je website opeens extreem laag traag wordt? Nee. Wordt het vaak geadviseerd dat je laadtijd moet versnellen omdat het een belangrijke rekeningsfactor is? Redelijk. Kun je het laten zitten voor wat het is? Ja. Jij hebt alleen maar hier je website. Daarachter heb je CMS of je webdesigner. Wil je geen webdesigner hebben, dan kun je prima met een CMS uit de voeten als WordPress of Joomla. Een CMS is ervoor gemaakt om voor mensen zoals jij en ik het makkelijk te maken. Je kunt dan op een gegeven moment met een CMS systeem, met een goed het eerste moment, ik vond het prachtig. Je gaat naar je website, je typt je domeinnaam in, dus in mijn geval internetmarketinggemak.nl/ en dan vervolgens WP admin voor je WordPress als je daarvoor gekozen hebt, of administrator als je Joomla gekozen hebt. Je logt vervolgens in, je gaat naar de inhoud, dus naar je pagina's, en vervolgens ziet alles er hetzelfde uit als Outlook of Word. In ieder geval de tekentjes die je daar ziet, die ken je al. Dit denkwerk, dit is open source noemen ze dat dan, dus gratis. Weer zo'n term die ik door de jaren heen geleerd heb. Dus gratis, iedereen werkt eraan mee. Hele briljante programmeerkoppen werken aan deze CMS-systemen, of CMS eigenlijk. Waardoor jij het gewoon gratis kunt downloaden, op je website kunt installeren en vervolgens alleen maar bezig hoeft te zijn met het optimaliseren van je website. Dus van de inhoud van je website. Want wat gebeurt er nu vaak? Hier omheen heb je allerlei kanalen. En je zult het herkennen. Een beetje ondernemer die ondervindt verschillende kanalen om aan klanten te komen. We moeten netwerken, je moet koud bellen, je moet acquisitie doen, je kan internetmarketing doen, je kan adverteren, je kan radiospotjes doen, je kan tv-reclames doen. Kortom, heel veel kanalen. Als je kijkt naar internetmarketing, zijn er hier 10 kanalen die vervolgens hiertoe leiden. Dus je moet twitteren, je moet een LinkedIn-account hebben, je moet op Facebook actief zijn, je moet linkbeelden, je moet je website optimaliseren. Kortom, dit wil je daar naartoe krijgen, allemaal naar je website toe. Wat gebeurt er eigenlijk? Ik zal het een beetje zo maken. Ik pak een ander kleurtje erbij, mooi groen voor dit voorbeeld. Dit zijn bomen. Door de bomen zie jij het bos niet meer. Je begint overal mee. Je denkt, oké, ik zie dat op internet, ik moet dat gaan doen. Logisch, goed. Gewoon erin geloven, ik kan het. En ook gewoon actie ondernemen. Maar laat dit de bron zijn van alles wat je doet. Niet dit. Dus wat doe je dan? Hier begin je. En je laat vanuit je website, is je bron voor dit kanaal. Nou, hoe werkt dat dan? Dus niet dat jij iedereen, stel dat dit Twitter is, iedereen naar Twitter gaat sturen vanuit je website. Maar in ieder geval zorg dat je eerst dit goed hebt staan. Vervolgens werk je vanuit je website naar je Twitter toe. Als jij Twitter hebt gekozen als kanaal. En je laat deze
vanuit je website laat je groeien. Vervolgens stuur je natuurlijk deze bezoekers ook weer terug naar je website. Je maakt een blogje, x-tips om puntje puntje. Vervolgens tweet je daarover op jouw Twitter-account. Dus jij zorgt direct voor je Twitteraars dat ze op jouw blog terechtkomen. Jouw blog wordt gelezen door jouw Twitter-volgers. Die tweeten of retweeten hopelijk ook weer over jou. Dus die retweeten direct jouw berichtje of komen op je website. En uiteraard heb je daar een deelmogelijkheid staan voor in ieder geval één van de kanalen die je kiest. Dus zorg dat mensen het kunnen delen via Facebook, via Twitter, via LinkedIn, via Google Plus eventueel. En ga rustig, stapje voor stapje, dit ondervinden. Wat veel gebeurt nu is dat een website wordt gebruikt. Mensen die zijn over deze stappen heen, dus de techniek is misschien weggehaald. En zitten dan te kijken, ja, wat nu? Ja, eigenlijk wil je een soort plan hebben. Want dit zijn de stappen die je zou kunnen doorlopen. Wat gebeurt er vervolgens? Ze gaan per kanaaltje en eigenlijk allerlei kanaaltjes opzetten. Ze worden teleurgesteld. Want het Twitter kanaal levert niet de duizenden bezoekers op die die ene marketeer jou heeft beloofd. Je gaat vervolgens weer naar Facebook, want je hebt nu weer een blogartikel gelezen over hoe geweldig Facebook wel niet is. Je hebt misschien wel gezien dat linkbuilden erg belangrijk is voor je positie in Google. En vervolgens raak je eigenlijk de weg kwijt. Je ziet door de boom en het bos niet meer. Omdat je niet één centraal punt hebt. Moet je linkbuilden. En laten we dit als linkbuilden noemen. Moet je linkbuilden? Nee. Is het belangrijk voor je positie in Google? Nee. Iedereen, en ik weet dat heel veel internetmarketeers het niet met mij eens zijn, die zeggen je moet linkbuilden. Je moet zoveel mogelijk linkjes verzamelen en verwijzingen naar je website. Tuurlijk, dat was hoe Google ooit begon, 10 jaar geleden. Google is nu zo ver geavanceerd dat ze hier naar kunnen kijken. Niet naar al deze factoren. Tuurlijk, die tellen ook beetje voor beetje mee. Maar hier draait het om. Als het dus jou alleen maar om het linkbeelden gaat, dan bouw je dit kanaaltje op en je probeert zoveel mogelijk stemmen, dus verwijzingen naar je website te krijgen. Google's idee was dat hoe meer stemmen jij krijgt, dus hoe meer backlinks, hoe meer verwijzingen naar je website, hoe belangrijker je website is. Nou, een hele logische gedachte. En want hoe meer stemmen jij hebt, hoe beter en belangrijker jij bent. En we leven ook niet voor niks in een democratie. Maar doordat jij hiermee bezig bent, alleen maar met dit kanaal, zorg je dat alle andere kanalen eigenlijk wegvallen. Door dit als hoofdpunt te gebruiken, en ik ga je ook zo laten zien hoe je dit dan als hoofdpunt gebruikt, werk jij automatisch aan die andere kanalen. Blog jij een interessant artikel en jij hebt één kanaal. Je hoeft maar één kanaal te gebruiken. Hoogstwaarschijnlijk heb jij een LinkedIn-account. Ik weet niet alle ondernemers een Twitter-account hebben of een Facebook-account. Zorg in ieder geval dat je iets hebt waarop jij deze, dus jouw inhoud van je website kan delen. En je moet mensen wel op de hoogte brengen. Dat is met alle marketing zo, dat is in internetmarketing niet anders. Maar zorg dat je hier eerst je inhoud hebt. En je zult merken dat als jij op Twitter iets deelt over jouw onderwerp. Misschien heb jij bijvoorbeeld een rekentoeltje om bruto netto loon. Volgens mij heeft Loonwijzer dat. Die heeft dat een keer op een website gezet. Mensen die zijn daar opgekomen. En vervolgens hebben heel veel bloggers hebben naar dat toeltje gelinkt. Hoe hebben ze dat gedaan? Die hebben niet naar al die mensen gemaild. Wil je naar mijn toeltje linken? Nee, die zijn hier begonnen. Die hebben één kanaal waarschijnlijk gepakt ter promotie. En vervolgens groeiden al die kanalen om hen heen, groeiden mee. Want steeds meer bloggers gingen naar hun linken, steeds meer mensen kwamen erheen. Omdat daar ook nog een deelmogelijkheid wordt gegeven, eventueel, wat jij natuurlijk zou kunnen doen. Komt er ook weer verkeer naar Twitter toe, dat Twitter-account wordt groter, dat kanaal wordt groter, je krijgt meer linkjes
Omdat je meer linkjes krijgt, stijg je misschien ook nog wel iets in Google. Vervolgens krijg je weer meer bezoekers. Die gaan ook weer linken naar je, die gaan ook weer twitteren over je. En hier heb je alle bron en maar één eigenlijk hoofdfocus. Neem even pauze, laat het even op je inwerken. Ik ga je namelijk nu meenemen over waarom internet marketing makkelijker kan. Ik heb je net laten zien dat de grote mythe is dat internet marketing technisch is. En ik zal je ook laten zien hoe kun je nu op een gemakkelijke manier hier aan werken. En hoe zou je eigenlijk zelfs misschien nog wel in 70 minuten per week techniek uit de internet marketing gehaald. En hoe kun je nu met je eigen kennis en met kennis van Word, dus gewoon met een tekst bewerken, Google gaan domineren. En hoe zorg je dat je belangrijkste kanaal, je website, je grootste gaat worden. En dus dat alle andere kanalen met je meegroeien. Ik heb hier voor het gemak een blogpagina uitgetekend. Dus dit is de pagina waar alles straks op gaat gebeuren. Alleen hoe ga je die nu vullen? Daarbij denk je eerst na, waar gaat mijn blog over? Nou, je blog gaat altijd niet om Google, maar om je bezoekers. Wat veel gebeurt, wat ook veel geadviseerd wordt, is het schrijven op zoekwoorden. Zoveel mogelijk zoekwoorden verwerken. En als er veel gezocht wordt op internetmarketing, dan blog ik continu over internetmarketing. Tuurlijk, internetmarketing, er wordt veel op gezocht. Is, voor mij is dat een belangrijk zoekwoord. Maar ik gebruik liever een techniek hoe ik dus niet heel de concurrentie aanga met andere partijen. Want op, geloof ik, internetmarketing is er meer dan 900 miljoen concurrentie. Ik kijk liever, wat zijn nu echt de behoeften, de vragen, de opmerkingen van mijn klanten? Wat is hun pijn? Wat voor problemen hebben ze nu? En hoe kan ik ze met mijn kennis verder helpen? En je zult ook merken dat als jij belangrijke vragen op gaat lossen, of problemen, dat je gewaardeerd gaat worden. En dat als je bepaalde mythes oplost, of een x-aantal tips geeft, dat mensen dat dus ook gaan tweeten voor je. Dat mensen reacties achterlaten, waardoor jouw blog interactiever wordt en dus gaat groeien. Mensen zullen dat misschien wel delen met hun netwerk, mensen komen terug om nog een blog te lezen. Kortom, je bent met je inhoud bezig en vervolgens zullen je kanalen om jou heen gaan groeien. Mocht je dan echt zelf ook geprikkeld zijn, dan kun je ook uiteindelijk, tuurlijk, je kanalen laten groeien. Maar verwerk dat vanuit hier. Toen ik begon met Twitter, toen begon ik gewoon. Dus ik had nu zo mogen terugdraaien, ik bleef tweeten, ik bleef heel veel reageren, ik ging de interactie aan. Maar ik had niet echt de inhoud. Nu heb ik de inhoud. Dan trek ik meer dan honderden bezoekers per dag uit Twitter. Alleen maar omdat ik eerst werk vanuit de inhoud. Mensen die retweeten mij, waardoor ik meer bezoekers op mijn website krijg, omdat ik een link heb. Maar mensen vinden dat berichtje dat ze retweeten leuk. En vervolgens groeit mijn Twitter-account mee, omdat mensen, dus de tweeps zoals ze het dan noemen, zien, hé, dat is een leuk Twitterberichtje, laat ik diegene gaan volgen. Dus dan werk je eigenlijk aan één strategie vanuit je blog. Je moet gaan bloggen, sorry. Dat is één ding wat ik niet weg kan nemen. Google is op zoek naar informatie. Dus ja, die informatie zul je wel op je website moeten hebben om goed gevonden te worden. En daarvoor kun je eigenlijk weer jouw taak verdelen in blokken. Je kunt hier zelfs nog meerdere blokken van maken. Als je de vorige video bekeken hebt, dan weet je dat ik in blokken werk en weet je ook waarom ik dat doe. Omdat dit je productiviteit gaat verdubbelen. Dus eerste blok, hoe kom je aan een blogidee? Nou, je weet al dat je gaat bloggen over de pijn en de behoeften van je klanten. Lukt dat niet, kun je altijd kijken in de keyword planner of dat er bepaalde zoekwoorden zijn waar nog niet veel over geschreven is, waar weinig concurrentie op zit en waar jij dus eventueel een blogartikel over kunt schrijven. Maar ga in eerste instantie vanuit de pijn uit. Hoewel daar misschien nog niet zoveel op gezocht gaat worden,
zul je wel merken dat de klanten en jouw bezoekers ja, toch tevredener zijn wanneer jij niet alleen maar blogt over zoekwoorden, maar meer ook echt daadwerkelijk hun problemen oplost. Nou, hoe kan je dit heel snel vullen? Gebruik Google Alerts. Google Alerts, zoek het maar even op in Google. Het is geen heel technisch hoofdstandje. Als jij kan typen, kun jij met Google Alerts werken. Google Alerts is een dienst van hoe kan het er anders? Google, je hebt een zoekvakje, je typt daar je zoekwoord in. Dus in mijn geval bijvoorbeeld internetmarketing of Google Update. Of nou ja, in ieder geval misschien belastingtips, accountant nieuws, trainingsnieuws, coaches nieuws. Je kijkt over welke onderwerpen wij op de hoogte worden gehouden van Google. Wat doet Google dan vervolgens? Die stuurt jou automatisch, gratis en voor niets, een berichtje zodra deze een resultaat vindt op jouw zoekwoord. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Jij bent dus altijd gratis en voor niets als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die Google in de gaten heeft. Dus eigenlijk laat je Google het denkwerk doen en het hele research voor jou om op goede blogideeën te komen. Vervolgens kun je die Google Alerts kun je natuurlijk laten sturen naar jezelf. Maar ja, dan word jij ook weer vertroebeld door blogideeën en raak je misschien wel afgeleid. Stuur deze liever naar bijvoorbeeld een net nieuw aangemaakt Gmail account. Zodat je daar al je blogideeën naartoe stuurt. En wil je dan eens gaan bloggen, dan heb je een heel bestand met allemaal ideeën om jou te laten beginnen met bloggen. Maar kijk ook eens op Twitter. Twitter heb je een prima zoekveldje. Typ daar bepaalde zoekwoorden in en je kunt kijken wat wordt daar nu over getwitterd, wat wordt daar over gevraagd. Registreer je, abonneer je op een bepaalde RSS-feeds. RSS-feeds, dat is eigenlijk een beetje iets van de oude tijd, een beetje nog voor de nieuwsbrieven wil ik bijna zeggen. Je kunt, als je googelt het maar even, dit is ook geen hoge wiskunde, RSS-feed. Sommige websites, dat is vaak... Ik geloof, als ik hem goed teken, zo'n blokje met drie streepjes, meestal oranje. En dan staat er RSS feed bij. En daarvoor zoeken bepaalde websites in jouw niche die zo'n RSS feed hebben. Nou, RSS feed heeft bijvoorbeeld nu jij en nu.nl. Daar kun je zelfs RSS feeds instellen die je op de hoogte blijven houden van bepaalde niches. Dus bijvoorbeeld van de economie, van de zakenwereld. Je hebt bijvoorbeeld de Rijksoverheid waar je bepaalde RSS-feeds vandaan kunt halen. Kijk dus goed hoe jij als eerste op de hoogte komt of brengt van de nieuwste onderwerpen, de nieuwste berichten in jouw niche. Als ik een nieuwe Google-update krijg, die krijg ik binnen. Ik beoordeel of ik dat belangrijk genoeg vind om dat te delen met mijn bezoekers, mijn volgers, mijn fans. Om daar uiteindelijk een blogartikel van te maken. Ik, als het mij lukt om als eerste een nieuwe Google-update als blogartikel te lanceren, dus mensen op de hoogte te brengen van de Google-update, en ik ben als eerste, dan zul je geheid merken dat meerdere mensen naar je gaan linken, dat meerdere mensen over jou tweeten, want jij bent als eerste die met dat nieuwsbericht naar buiten komt. Dus waar blog je over? Je blogt sowieso over je pijn en over de behoeften, eventueel over de zoekwoorden. Je abonneert je eventueel op RSS feeds, misschien wel op nieuwsbrieven van je concurrenten, van je collega's. Je bekijkt andere blogs. Wat krijg je nog meer? Nou, Google Alerts had je al ingesteld. Je hebt voor je RSS feed, gewoon RSS feed app. Die heb ik een maand geleden geïnstalleerd op mijn telefoon. En als ik ergens moet wachten of bijvoorbeeld op de wc zit, dan bekijk ik deze feed. Ik heb inmiddels 300-400 websites waar ik op geabonneerd ben. En ik kijk wat zij bloggen. Zie ik daar interessante blogartikelen of onderwerpen, dan kan ik daar ook eens over doorbloggen. En uiteraard zou het dan ook leuk zijn als je laat weten aan die blogger, ik heb over jou geblogd. Dus geef hem een linkje of geef hem een reactie. En zo bouw je dus uiteindelijk ook je relatie op. Je volgende blog. Het daadwerkelijk schrijven. Schrijf je blogartikel.
en hoe schrijf je blogartikel? Gewoon lekker ouderwets met pen en papier. Pen en papier heb je geen backspace. Backspace is toch iets wat wij bloggers veel gebruiken. Je bent aan het schrijven en je denkt, nee, ik wil het toch weer weghalen. Je haalt vervolgens de hele zin weer weg. En vervolgens raak je al heel snel in een schrijflokale, of simpel gezegd, writer's block. Dus je hebt de inspiratie niet meer, je krijgt niks zinnigs meer op papier. Je raakt gefrustreerd. En vervolgens ontbreekt er weer een nieuw blogbericht. Dus zorg dat je liever schrijft op papier. Je ontbreekt je backspace, schrijf het in één ruk uit. En bekijk ook vervolgens jouw blog, of je artikel die je geschreven hebt. Om vervolgens dan weer uit te typen en te kijken naar opmaak of het weghalen van je teksten. Dus je kijkt naar je spelling, je kijkt naar eventuele ondersteunende media, dus denk aan YouTube-filmpjes, afbeeldingen, PDF'jes. Kortom, maak deze stap, dus na deze stap dat je het net geschreven hebt, maak je content rijk, noem ze dat. Zorg voor leuke afbeeldingen die ondersteunend zijn. Maak een infographic, of kijk of er een infographic is. Dus dat is een grote afbeelding met heel veel informatie erin verwerkt. Bekijk je spelling, schrap de zinnen. Zorg voor een heldere opmaak. En vervolgens, dit heb je gewoon in Word gedaan of in je Office pakket of in van je Apple. Vervolgens mag je, en hier is dat CMS weer, of jouw webdesigner. Oh, voordat hij hier iets. Je begint natuurlijk met je rijke content, dus allereerst een afbeelding. Afbeelding, dat prikkelt gewoon, dat ondersteunt. En daarboven uiteraard jouw titel. Zorg voor een prikkelende titel. En begin vaak op je titel als je begint. Het blog helpt het vaak om te beginnen met je titel. Dus met je onderwerp, met je thema, met je doel. En vervolgens het uit te schrijven. Dient iets niet tot het doel van jouw artikel of tot het onderwerp. Schrap het dan of schrijf het op en schrijf daar een los artikel over. En wat heel goed werkt, zeker ook in het begin. En iedereen is er nou helemaal gek op lijstjes. X tips om. 10 vragen die maar altijd gesteld worden. 5 problemen die geen probleem hoeven te zijn. 10 tips om. 5 tips om dit te voorkomen. Etcetera. Dus je hebt je afbeelding. Je hebt een prikkelende titel. Je hebt uiteraard je tekst. En vervolgens je call to action. Je kunt hier heel veel verder ingaan. Dus je kunt natuurlijk denken aan je interne links. En je interne links is, hier staat een linkje. Die wordt doorgestuurd naar een ander blogbericht die je al eens geschreven had. Sommige woorden zijn dik gedrukt. Je let natuurlijk ook op je kopjes. Dus je H1 kopjes, je H2 kopjes. Dat klinkt, wat zijn dat? Voor kopjes. Als je WordPress gebruikt of Joomla, dan kun je je kopjes selecteren. Je klikt op het pijltje en vervolgens kun je kiezen kop 1 of kop 2. Nou, gebruik kop 1 één keer en kop 2 mag je zo vaak gebruiken als je wilt. Ook hier heb je de tekst en vervolgens je call to action. Dus je verzoek om actie. Wat wil je dat ze doen? Wil je dat ze een reactie achterlaten? Vraag erom. Wil je dat ze doorklikken naar je product? Ja, vraag erom. En je leidt ze in naar een bepaalde actie waar jij op zit te wachten. En zorg hier natuurlijk voor een balk hier of voor een balk hier. Test dat wat op jouw website goed werkt. Mijn ervaringen zijn dat dit goed werkt. Hier heb je natuurlijk jouw kanalen. Dus laat mensen het delen op Twitter, laat mensen het delen op Google+, laat mensen het delen op LinkedIn. En zorg ook dat als jij al een kanaal hebt, dus stel jij hebt Twitter gekozen als kanaal, zorg dan, daar heb je hele makkelijke plugins voor WordPress en voor Joomla. Die kun je gratis downloaden en anders betaal je daar een x aantal euro's voor. Het zijn geen wereldse bedragen. Die zorgen namelijk voor dat stel dat iemand
tweet, dus een bericht stuurt via Twitter. Dus dit is Twitter en ik klik daarop. Dat er vervolgens via en dan jouw gebruikersnaam komt. Dit zorgt ervoor dat je uiteindelijk ook weer meer volgers gaat krijgen. En waardoor dus dat ene kanaal waar we het net over hadden ook weer groeit. En daarnaast zorgt deze bezoeker dat zijn netwerk op de hoogte wordt gesteld van dit blogbericht. Ben jij geen goede schrijver? Laat dan iemand anders schrijven. Of ben je meer een spreker? Spreek jouw bericht in op je iPhone. Deel het audiofragment of laat het uitschrijven. Maak een video. Het video kan je al met een dia-presentatie doen. Dat kan je door middel van een whiteboard doen. Dat kan je door middel van Camtasia doen. Dus dat je je computerscherm opneemt. Of door middel van Screenflow als je een Apple hebt. Of gewoon zoals ik, directed to camera. Eigenlijk is er niks waarom je dit niet zou kunnen. Het is meer om een actie, dus het durven gaan, dan dat jij dit niet kan. We hebben net heel veel techniek eruit gehaald en je hoeft eigenlijk alleen maar jouw kennis te gaan delen. En je zult zien dat als je dit goed doet, gewoon waardevolle artikelen geeft, schrijft, dat jouw kanalen groter gaan worden, dat jouw website groter gaat worden en dat je dus ook echt daadwerkelijk hoger gaat scoren in Google, dus waardoor je ook meer bezoekers gaat krijgen. Want realiseer je dat naast Google nog veel meer kanalen zijn om meer bezoekers uit het internet te halen. Dus zorg dat je niet alleen maar gefocust bent op je positie in Google, zorg dat je gefocust bent op de waarde, op de bezoeker. Zolang je bezoeker maar veel waarde krijgt en zodra de bezoeker blij is met zijn bezoek aan jouw website, gaat de rest van alle kanalen om jou heen jou daar uiteraard op een gegeven moment voor belonen. Ben jij denk van, nou ja, ik kan dat niet, ik heb daar geen kennis voor, waar moet ik dan over bloggen? Ik heb het al eens met je doorgelopen, maar ik heb grote kans dat jullie zeggen, ja, ze was gewoon mijn kennis gaan delen, maar ik zou mijn god niet weten wat ik dan moet gaan delen. En wat heb ik nou voor kennis om te gaan delen met jou of met iemand anders? Teken dan eens voor jezelf een kennisboog. Hier heb je helemaal geen kennis. Hier weet je helemaal niks. En hier ben je de professor, ben je de dokter, ben je de guru, de expert. Kortom, je weet alles. Geef jezelf nu eens een cijfer, dus van 0 tot 10. Waar jij op dit moment staat met je bedrijf. Hoeveel kennis hebben jullie in huis over jullie branche? Dus ben je accountant, hoeveel kennis heb je in huis over accountancy? Ben je marketeer, hoeveel kennis heb je in huis omtrent marketing? In welke branche zit je bepaalde kennis met je meegenomen? Heel je leven, en als je het een beetje goed doet, blijf je leren. Dus geef jezelf nu een cijfer. Zeg nou, Sebas, ik sta op een 7. Ik heb redelijke kennis, maar ja, ik voel me nog geen... Ja, zodanig op mijn niveau dat ik al tegen een expert aan zit. Geef niet. We zetten hier de 7. Prima score. Vroeger op school hadden menige scholieren en studenten al daar tevreden mee zijn geweest. Je ziet hier nu aan de 7, dan zeg je, ja, 7, zo hoog is dat toch niet. En ga ervan uit dat de meeste ZZP'ers toch wel, zeg je, ja, ongeveer op de 6 aan 7 minimaal zetten. Want ze verhuren zichzelf of ze verhuren een bepaald product of een dienst. Als jij dus hier, ik zet hem even erbij, een 7 hebt en ik sta hier, helemaal niks. Dan heb jij dus nog 7 stappen. 1, 2, 3, 4, 5. Goed, het zijn er misschien nog geen 7. Heb jij 7 stapjes voordat iemand op jouw niveau zit. En denk nou eens dan na, stel dat ik op jouw website kom, ik kom hier. Jij hebt een bepaalde website, je bent accountant en nou, daar heb ik geen kaas van gegeten. Dus ik geef mezelf een cijfer 0 even. Dan kan jij mij al op jouw website van 0 naar 1 brengen. Dus je gaat bloggen over de eerste vakjargon.
En je gaat steeds een level hoger, dus een niveau hoger. En het leuke is, ga jij meer bloggen en dus op een gegeven moment ga je ook onderzoeken doen. En dus ga je meer literatuur lezen, je gaat op internet lezen, want je wil steeds waardevoller artikel lezen. Dus jij gaat ook weer groeien. En ondanks dat jij mij hebt meegenomen naar die 1-7 uiteindelijk, nou dan kan je nog heel wat bloggen, loop jij toch continu voor, waardoor jij, als ik jouw trouwe bezoeker ben en blijf, dan blijf ik met jou mee ontwikkelen. Dus realiseer je dat internetmarketing niet technisch is. Dat wij met deze techniek, waar je, stel dat jij hier 15 minuten aan besteedt, vervolgens geef je jezelf een uur of 45 minuten om je blogje te schrijven. Dan heb je een uur besteed en vervolgens ga je 10 minuten, loop je nog even door. Dan heb je 70 minuten de tijd gehad. En in 70 minuten tijd, stel dat jij dat elke week doet, dan heb je elke week een blogartikel. En elke week wordt jouw kanaal, je website en wordt alles om jou heen groter. Dus ik hoop dat ik je heb kunnen overtuigen dat internetmarketing niet zo technisch is. En dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is als veel mensen je willen doen laten geloven. In de volgende video ga ik het met je hebben over hoe je nu echt succes gaat boeken met internetmarketing. En wat het internetmarketing succesplan voor je kan betekenen. En wat de 10 meest gestelde vragen zijn als het gaat om internetmarketing. En ik zal op iedere vraag antwoord geven. Dus ik hoop dat ik je in de volgende video weer ga zien. Ik hoop ook dat je wederom je reactie, je vragen en eventuele opmerkingen met me deelt. Deel ook eventueel deze video graag met je netwerk. Help mij dit woord te verspreiden. En ik zie je in de volgende video terug. En tot die tijd, onderneem actie, blijf doorzetten en heb een fijne dag.